Is computer. Dan ga ik iedereen toelaten en dan even een paar minuutjes de guidelines en dan komt het helemaal goed. Succes! Dankjewel, leuk. Yes, goedenavond. Welkom bij de masterclass over Spanje. We wachten nog even een aantal minuten. We gaan zo meteen beginnen. Ik heb gemerkt dat er toch altijd wel mensen zijn die wat opstartproblemen hebben met Zoom. Dus die gaan we nu ook eventjes de tijd geven om de boel rustig te installeren. Heb je vragen, dan die kan je stellen in de chat. Voor de rest heb ik iedereen gemute. Heb ik met reden gedaan, want er zit nu 88 man online. Als we met z'n allen door elkaar heen gaan lopen kletsen, wordt het een Irish Parliament. En dat willen we niet, dan wordt het een hele lange avond. We hebben van tevoren hebben we vragen geïdentificeerd. Nou, dat is een aardige lijst geworden. Dus ik denk dat je na deze masterclass vanavond sowieso alle informatie hebt die jij nodig hebt om te starten in Spanje. Ja, en je hebt natuurlijk ook meteen een point of contact in de vorm van Lisette met hun team. Dus je hebt alle informatie en meteen eigenlijk een vertrekpunt om te gaan starten, mocht je dat willen. Nogmaals welkom voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Nick Koppendraaier. Ik ben de eigenaar van de B&B Verhuurcursus. Wij helpen mensen met investeren in tweede woningen, vakantiewoningen. Dat doen we in Nederland, maar ja, ook in het buitenland natuurlijk. Ja, in Nederland durf ik al te zeggen dat wij 95% weten. In Spanje weet ik daar wat minder van. Voornamelijk het aankopen, regels, wetgeving, advocaten, juristen. Eigenlijk alles waar we het vanavond over gaan hebben. Weet ik natuurlijk wel iets meer over sinds kort. Maar ja, ik vind het altijd wel fijn om als ik daar zelf iets ga doen, zou ik ook een expert inhuren. Ja, en zo doen we dat vanavond ook met Lisette. Voor de mensen die net aangesloten zijn, we wachten nog een aantal minuutjes. Ik zit nu op 96 mensen. Ik wil echt over de 100 gaan. Eerder ga ik niet starten. Nee, grapje. En dan gaan we beginnen. Ik heb gemerkt dat er... Vorige keer met Hongarije hadden we helaas ook een verkeerde link gedeeld. Dat was een interne foutje binnen ons bedrijf. Dus als het goed is, heeft iedereen nu een juiste link. We nemen hem ook op, overigens. En over anderhalve week, we gaan alle masterclass van deze maand gaan we even editen. Dat is die van Canarische Eilanden, Hongarije, vanavond Spanje. Volgende week, dinsdag, hebben we Turkije. Die donderdag, als het goed is, Noorwegen. We zitten heel eventjes, die was vrij druk. Dus die gaat kijken of hij het gaat redden. En dan die week daarna proberen we ze allemaal online te zetten op YouTube, zodat je eventueel het ook weer als naslagwerk kan gaan gebruiken. En misschien kan delen met vrienden, bekende, familie, om toch je ideeën kenbaar te maken. En de vragen die je hebt, als ze jou niet geloven, dat ik ze door een expert uitgelegd kan laten worden. Ik zie een vraag van Misha binnenkomen. Ik heb geen geluid. Nou, dan heb ik een vraag aan de rest. Ben ik verstaanbaar? Top, ja. Ja, dus ik zie iemand van, ik hoor helaas niks. Kleine Zoom training, als het goed is. Het maakt niet uit of je kijkt op je mobiel of op de desktop. Aan de onderkant links zit een microfoontje. Daar kan je het een en ander gaan doen. Aan de rechterkant zit een klopje meer. Daar kan je ook de instellingen veranderen. Of misschien moet je wel heel even je privacy aanpassen op je computer zelf. Op Windows of op een MacBookje. Yes, nou we gaan starten. We hebben... Bijna, ik had net 100 man, dus ik tel hem gewoon. Dat is voor mij voldoende. Nogmaals welkom. Vanavond hebben we Lisette Kortland van Your Destinations. Help mensen met investeren in Spanje. Mijn naam is Nick Koppendraaier. Ik ben de eigenaar van de B&B Verhuurcursus. Ik ga het daar niet te veel over hebben vanavond. Heb je vragen, volg ons eventjes op Nicky Priscilla Instagram of Nicky Priscilla op Facebook. Stuur ons daar eventjes een chatberichtje en dan hebben wij allemaal waardevolle video's. Die we met je kunnen delen of we kunnen eventjes persoonlijk sparen om te kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. Dat is genoeg over de B&B verhuurcursus. Vanavond willen we het gaan hebben over Spanje. Laat even weten in de chat of je serieus van plan bent om ook te gaan investeren in Spanje.
Dat kan je doen door te zeggen yes, yes, yes. Of een handje omhoog te gooien. Dat is misschien wel leuk. En dan geef ik even het woord aan Lisette. En misschien kan jij jezelf ook even kort voorstellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat je reis was. Ja, zeker. Nou, leuk. Dankjewel, Nicky, als eerste om met dank aan dit podium. Heel erg fijn. Ik ben Lisette Kortland van Your Destinations. En ik zie al heel veel mensen yes roepen op het... op de vraag of er ook interesse is in investeren in Spanje. Ja, ik heb het zelf ook gedaan. Het is een goed idee, helemaal in deze markt. Mijn compagnons, Mirjam en Rachel van Your Destinations. Wij doen het met z'n drietjes. En ik zal even uitleggen hoe wij tot dit bedrijf zijn gekomen. Ik heb zelf eigenlijk jarenlang in de media gewerkt. Bij de reclame van televisie en radio. En heb ik altijd ondernemers begeleid om hun bedrijf en naamsbekendheid en merk groot te maken door middel van televisiereclame onder andere. En ik heb ook 2 keer een makelaardij gehad in Nederland. Zelf opgericht, een franchise makelaardij en ook weer verkocht na een tijd lang. En vanuit daar heb ik eigenlijk mijn eerste appartement op Ibiza kunnen kopen. Dat was zo'n 8 jaar geleden. En dat was eigenlijk een droom die uitkwam. Ik wilde daar heel graag zelf iets hebben, omdat ik daar vaak naartoe ging op vakantie. En eigenlijk hoogzwanger kwam dat voorbij. Kon ik niet meer vliegen en heb ik het via FaceTime dus aangekocht. Nou, dat is een goede investering geweest. Het was ook niet de bedoeling om het goed te gaan verhuren. Maar uiteindelijk verhuur ik het nu ook weer voor lange termijn. Ook heel lang kortlopend verhuurd. Dus heel veel ervaring opgedaan ook, wat er ook allemaal mis kan gaan, bijvoorbeeld aan investeren in Spanje. Dus dat is een goede les geweest. Ik ben 41 jaar nu en ik ben getrouwd met Daan. Ik heb 2 kleine kindjes. Nou, op het moment dat die 2 kleine kindjes er kwamen, kwam ik erachter dat ik ook steeds meer... ik wilde gewoon meer vrijheid creëren. En uit die 9-tot-5 cultuur stappen eigenlijk. Dus ik heb toen ook cursus gedaan hoe je kan investeren in vastgoed. Ik heb me heel erg verdiept in allerlei manieren van passief inkomen genereren. Dus van crypto tot met goud, zilver, vastgoed. En ik ben toen gaan bouwen aan mijn vastgoedportefeuille in Nederland. Ik heb een portefeuille privé met 7 panden nu. En met 2 compagnons hebben we een zakelijke portefeuille opgezet met 32 panden. Met echt van alles, commercieel vastgoed, recreatiewoningen, allerlei soorten panden om maar gewoon alles te proberen. En dat was natuurlijk in die goede markt ook in Nederland, waarin je nog goed kon herfinancieren en daar heel slim mee om kon gaan. Ik ben deze wel allemaal aan het uitponden. Want Spanje, daarin heb ik nu meerdere objecten ook aangekocht. En dan zie je dus ook gewoon dat het heel anders is dan in Nederland. En dat er ook zoveel meer kansen liggen, is mijn ervaring. Ik had al met Rachel, mijn compagnon dus, had ik Your Ibiza. Dat is een platform met al het nieuws over Ibiza. Het aanbod van accommodaties. Dus ook veel kennis en ervaring met het verhuren van accommodaties op Ibiza. En wij kregen dus ook steeds meer de vraag van mensen die dan ook iets wilden kopen op het eiland. En de projectontwikkelaar waar ik het zelf bij gekocht had, die gaf aan dat zij nog geen agent hadden voor de Nederlandse markt. En dat ze ook gingen fuseren met een Spaanse ontwikkelaar op het vasteland. En zo is eigenlijk het idee ontstaan om met Your Destinations te gaan starten. En Mirjam, die kende ik toen de tijd van persoonlijk ontwikkelingstraject op Ibiza. En zij heeft toen ook dankzij het ontwikkelingstraject haar bedrijf verkocht. Ook iets, of haar eigen huis in Nederland verkocht, in Spanje aangekocht. En zo zijn wij begonnen. En dat is nu zo'n 3 jaar geleden. En inmiddels begeleiden we allerlei soorten klanten die ofwel hun woning willen verhuren of daar gewoon zelf willen zitten. Ja, met het aankopen van vastgoed in Spanje. En dat doen we met heel veel plezier. We hebben een groot netwerk van allerlei bedrijven die daarbij komen kijken. Zoals advocaten, aannemers, noem het maar op. En dat doen wij dus in alle gebieden die interessant zijn qua belegging. Dus dan kan je denken aan Valencia, Costa del Sol, Costa Blanca, Noord en Zuid, Balearen. Dan kijken we vooral naar projecten die goed zijn qua waardestijging, maar ook qua rendement uit cashflow of uit huur.
Ja, ik denk dat ik het zo wel een beetje samengevat heb. Ja, en dat is wat meeste. Wat ik het leuke vond ook. Hè, we hebben natuurlijk best veel contact gehad al afgelopen maanden. En ja, wat wij altijd fijn vinden is dat je iemand gaat interviewen. Is practice what you preach. Nou, je hebt het zelf ook allemaal gedaan. Het is echt niet allemaal vanzelf gegaan. Weet je wel? Dat zeggen wij ook altijd. Tuurlijk ga je op je bek, sta je op, krabbel je door. Leer van je fouten. En ja, die fouten gaan we vanavond ook proberen weg te nemen, juist door een hoop vragen te gaan beantwoorden. Dus ja, bedankt voor het voorstellen, uitgebreid. En het geeft ook wel aan dat je gewoon weet wat je doet, zeg maar. Ja. En het team natuurlijk ook, hè. En dat iedereen gewoon gemotiveerd is. En dat je er ook van kan gaan leven. Dat is ook wel het leukste. Want ja, dat is ook wel hetgene waarom wij hiermee aan de slag zijn gegaan met vastgoed. Zeker met short-stay verhuur. Er komt best wel een goede cashflow uit. Dat je, wat is jouw cijfer? Priscilla heeft morgen ook een podcast. En die meid vroeg ook van, ja, wat is jullie getal? Jullie magic number? Oftewel, wanneer ben je financieel vrij? Dat kan al vrij snel als je gewoon normaal blijft doen. En je hebt al je vaste lasten gedekt. Plus je boodschappen, plus nog je vakanties, et cetera. Ja, dan kan je met een aantal vakantiewoningen, heb je je doel al bereikt. Ja. Ja, het is mooi. En het kan ook vrij snel gaan. Helemaal hè, zoals we het in Nederland kenden, dat je inderdaad snel kon groeien door te herfinancieren. En dat was natuurlijk een groeiende markt. En dat zie je dus nu ook in Spanje. Als je kijkt naar hoe snel je waardestijging kunt creëren eigenlijk. Ja. En dus ook het goed kunnen verhuren aan verschillende doelgroepen. Je hebt natuurlijk allerlei mogelijkheden met OPM, met Other People's Money, leningen, joint ventures. Dus ja, je kan echt wel een mooie portefeuille opbouwen en daar ook inderdaad sneller financieel vrij door worden. En dan is het maar net inderdaad wat je zelf prettig vindt. Maar ik vind vooral die vrijheid, dat je gewoon zelf kan doen wat je leuk vindt. En vooral hard werken. Het is niet dat ik minder ben gaan werken. Ik denk alleen maar harder. Maar wel echt met alleen maar de dingen die ik zelf leuk vind. En dan werk je vanuit een bepaalde flow, vanuit een bepaalde passie. En dan kan het ook heel snel gaan. Dus wij vinden het vooral leuk om ook alles wat wij zelf geleerd hebben, om dat over te brengen en anderen daarbij te begeleiden. Ja. Nou, precies dat. Hey, ik zie heel veel vragen al door de chat heen gaan. Laten we gewoon laten we beginnen. Waarom is beleggen in Spanje op dit moment interessant? We hebben het net al even over gehad. Persoonlijk vind ik normaal vastgoed in Nederland absoluut niet meer interessant. Door een aantal redenen. Onze grote vriend Hugo met zijn plannen. Denk aan zelfbewoningsplichten. Box 3 wat er aan zit te komen. Waar ik niet heel erg bang voor ben overigens. Puntenstelsels die ze onder de schop gaan nemen, et cetera. Heb je overigens met vakantiewoningen geen last van. Dus ik zal nog steeds vakantiewoningen ook in Nederland blijven kopen. Maar waarom is Spanje nu zo interessant? Ja, nou ja. Je ziet eigenlijk dat de markt in Spanje nu een beetje hetzelfde is als een paar jaar geleden in Nederland. Je kan goedkoop aankopen, relatief gezien goedkoop. Het hangt wel een beetje van de regio af. Maar we hebben bepaalde regio's waar je echt serieus mooie objecten kan aankopen vanaf 1,5 ton nog. Dat gaat wel snel omhoog. Het gaat hard ook wel. Er is niet alleen interesse vanuit Nederland, maar ook vanuit allerlei andere landen. Dus er is veel vraag. Het gaat hard. Ja, het gaat echt wel. Bij sommige projectontwikkelaars zie je het echt als warme broodje bij de bakker verkocht worden. Ja. Maar goed, die aankoopprijzen zijn nog interessant. En daarbij heb je natuurlijk heel veel voordelen. Want ook als je gaat kijken naar de rentes van de banken bijvoorbeeld. Je zit daar tussen de 3% à 4%. Beetje afhankelijk van looptijd ook. Hè, waar je bij beleggershypotheken in Nederland nu al op zo'n 7% zit. Het is goed te verhuren. Het hangt een beetje van de regio af ook. Maar toeristenlicenties zijn beschikbaar. En dan kan je het inderdaad goed per nacht verhuren, per week. Ook voor de wintermaanden. Dat is slim om dan objecten te kiezen die een goede locatie hebben. Die ook voor winterverhuur interessant kunnen zijn. Een plekje onder de zon. Hè? Ik bedoel, als je kijkt in Nederland naar de portefeuilles, dan is het gewoon voor lange termijn redelijk safe. En hier zie je toch mensen die gewend zijn om ook op die manier Spanje aan te kopen. Op basis van Excel en op basis van rendement. Dat we brazen gaan kijken in Spanje, dat toch die emotie erbij komt kijken. En dat het dan ook toch begint te kriebelen van, joh, ik zou hier ook zelf wel tussen de wissels door, tussen de huurwissels door willen zitten. Ja. En dat is natuurlijk altijd goed om gewoon een extra plekje onder de zon te hebben waar je steeds naartoe kan. Niet in de vakanties gaan doen in ieder geval. nee, vooral het voor- of na seizoen. Ja, vooral die wintermaanden. Dat is gewoon lekker als je daar dan naartoe kan.
En daar kan je ook slim mee spelen met je bezettingsgraad. Ja. Vooralsnog er zijn gewoon heel veel verschillen. Dat is het vooral. En Nederland heeft ook echt nog wel zijn mooie kansen, denk ik. Als je ook kijkt naar transformatietrajecten of inderdaad recreatie. Maar het is wel anders dan een paar jaar geleden. En in Spanje zie je nog wel dat je echt daarin een goede waardestijging en goede cashflow kan pakken. Want dat is ook gelijk het bruggetje naar waarom het interessant is in Spanje. Vaak als je nieuwbouw koopt, dan wordt zo'n project in verschillende fases opgeleverd. En elke fase wordt weer duurder verkocht voor dezelfde vierkante meterprijzen. Dus daarin kan je ook echt een hele goede, een goede return on investment krijgen door inderdaad een fase 1 project te kopen. Want bij oplevering heb je gelijk al een flinke stijging te pakken. En dat zijn dingen die je in Nederland niet meer zo hebt. En die dan echt wel aantikken in je rendement in Spanje. Ja, dat is vrij snel direct. Vrij snel dat je rendement hebt op je geld. Hè? Want zo'n fase 1 tot en met oplevering kan ongeveer... hoe lang duurt het meestal? Ik denk tussen de 8 en de 20 maanden of zo. Ja, ja. Dat heb ik laatst laten vertellen. Maar ja, dan kan het wel zomaar dat die 75% meer waard is geworden. Of misschien wel meer. Ja, en ja, daar kan je bijna niet tegenop verhuren. Nee. Precies dat, ja. Ja. Dus dat is leuk. Maar het gaat er dan wel om, hè, want er wordt natuurlijk ook veel gebouwd. Dus ook in sommige gebieden zie je... En daar kan je wel van profiteren door inderdaad... dat gebied wordt in Booking natuurlijk ook sneller gevonden. Dus je lift wel mee op de vraag. Maar je moet er wel voor zorgen dat je ook uniek en onderscheidend bent. Dus dat je wel gaat kijken in regio's en vooral in wijken. Dat daar wel alles klopt. Hè. Het kan zijn dat het over een paar jaar helemaal af is... Maar dat je nu best wel in een vervallen omgeving loopt. Waarbij je dan wel een heel mooi project hebt. Maar ja, waarbij de buurt dan minder interessant is. En minder prettig aanvoelt. En daarom is het ook wel goed als je vooral als je eerste woning is. Om ook zeker naar verschillende gebieden te gaan. En alles goed te bekijken. Dus echt goed onderzoek doen. Want dat is wel het nadeel ook gelijk in Spanje. Er kan ook heel veel misgaan. En ja, dat is ook meteen de volgende vraag was dat. Hè? Wat zijn de nadelen van Spanje? Ja. Nou ja, kijk, ik denk ook dat als je kijkt naar Nederland, je hebt een andere werkmentaliteit. Als je het hebt over Spaanse bedrijven en hoe wij gewend zijn om te werken qua snelheid en duidelijke taal, duidelijke afspraken. Dat is in Spanje nemen ze het wat minder serieus. Het is gewoon een andere mentaliteit. Dus zorg ervoor dat je ook Nederlands sprekende partners hebt waar je mee samen kan werken. Daar kunnen we jullie uiteraard mee in contact brengen. Want daar hebben wij lang over gedaan om dat netwerk op te bouwen. En dat netwerk is wel key. Want ja, je hebt gewoon sowieso een hele goede advocaat nodig. Vooral als je bestaande bouw wilt gaan kopen. Hey, er kunnen gewoon veel dingen misgaan. Je kan nog een schuld overnemen van een oude bewoner bijvoorbeeld. Ook als je zelf via Idealista gaat kijken. Er zitten risico's aan vast. Dus zorg in ieder geval dat je de goede begeleiding hebt op verschillende vlakken. Wat is bijvoorbeeld ook huurders, als je voor lange termijn gaat huren, huurders worden heel erg beschermd ook in Spanje. Dus we hebben ook meerdere situaties gezien waarin je gewoon een huurder er niet uit krijgt. Dus ga ook kijken als je wilt verhuren aan toeristen of er ook in die gemeente wel een toeristenlicentie wordt vrijgegeven. Er zijn meer dan 8000 gemeentes in Spanje en elke gemeente heeft zijn eigen wet en regelgeving. Dus daar begint ook al je zoektocht. Hè? Want wat is je doel? Wat wil je ermee bereiken? En dan vanuit daar komt ook welke regio is interessant. Gekeken naar klimaat, gekeken naar vierkante meterprijzen. En dan ook weer naar de gemeente die daar zit. Want het kan maar zo zijn dat het ene dorp wel een licentie afgeeft en het andere dorp ernaast weer niet. Of dat het ook weer wijzigt gedurende de jaren. Dus zeg maar zoals je gewend bent in Nederland om aan te kopen en gewoon vanuit een bepaalde strategie zoals je ze geleerd zou kunnen hebben vanuit vastgoedcursus in Spanje is dat eigenlijk niet, dan moet je, dat gaat echt van links naar rechts. Je moet echt goede begeleiding en kijken naar vooral alle risico's die je kan uitsluiten. Ook een nadeel is dat je bijvoorbeeld niet kan herfinancieren, hè, zoals we dat in Nederland kennen. Dus je kan je overwaarde niet vrij spelen. Tenzij er zijn wel weer wat trucjes voor. Dat je bijvoorbeeld je eerste woning contant betaalt. En dan kan je wel de overwaarde die in die eerste woning opgebouwd wordt, kan je dan weer meenemen
in je tweede woning, waardoor je een hogere loan-to-value kan krijgen. Dus op die manier kan je wel handig met je financiën omgaan, om een zo hoog mogelijke hefboom eigenlijk te krijgen. Maar goed, ook dat, het is niet zo, je hebt maar één soort hypotheek en dat is een annuïteithypotheek. Die kan inderdaad kortlopend of langlopend. En vanuit daar moet je het mee doen, zeg maar. Ja. Even denken, wat zijn nog meer nadelen? Nou, misschien komen we er zo direct nog wel op. Maar er zijn best wel wat details die je in ieder geval goed moet onderzoeken. En je kan alles wel... het kan vlekkeloos verlopen, maar je zit ook bijvoorbeeld met vergunningen. En dat is ook iets, daar heb ik zelf in Ibiza heel erg last van gehad. Daar heb ik echt 4 jaar op de juiste vergunning moeten wachten. En dat is ook iets wat ze in Nederland eigenlijk niet kennen. Ja, je moet wachten bij de gemeente. Maar over het algemeen gaat dat redelijk snel vergeleken met Spanje. Dus dat zijn ook allerlei zaken waar je rekening mee moet houden. Ja, dat is voornamelijk denk ik de eilanden. Hè? Dat zeker op de Balearen, dat het daar gewoon... dat ze daar die licenties niet meer al te veel afgeven. Ja, je ziet het ook in steden, bijvoorbeeld Valencia. Daar is het ook veel minder. Alicante. Want je ziet ook nu dat ze bezig zijn ook om een nieuwe wet door te voeren. Dat ze dus dat ze niet meer aan non-residenten willen verkopen. Omdat je ziet ook Valencia is zo erg in trek momenteel. En ja, alle beleggers die gaan nu daar ook naartoe. Ja. En kopen daar alles op, dus ook om de bewoners te beschermen. Maar dat wordt ook weer per town hall, zeg maar, per gemeente wordt dat bepaald. En bijvoorbeeld in de Costa Blanca Zuid, daar zijn nog heel veel kansen. Daar investeren ze ook heel erg in het gebied om het steeds aantrekkelijker ook te maken voor toeristen. Dus daar zal je zien dat ze minder snel zo'n licentie eraf halen. Hoewel dat dan bijvoorbeeld in Guadamar, dat is ook weer een regio of een plaats daar. Daar heb je weer geen licentie. Dus het hangt er heel erg vanaf, ja. Alright. Dan kom ik meteen op een andere volgende vraag. En die wordt ook heel vaak gesteld. Wat vind jij, wat zijn de meest populaire plaatsen, regio's in Spanje? Als het gaat om het kopen en het verhuren van het vastgoed. Ja. Eigenlijk ga je dan altijd wel kijken naar vierkante meterprijs. En naar klimaat. En ook inderdaad, veel mensen die willen het natuurlijk ook voor de verhuur. Dus dan is het ook interessant dat er studenten of expats veel naartoe gaan. Dus qua gebieden zie je vooral, en met name de Costa Blanca Zuid. Costa Blanca Noord ook al. Costa Blanca Zuid is een heel ander gebied ook qua natuur. Dus daar komt ook weer een stukje emotie om te kijken. Ja. Maar het is vrij vlak, maar er wordt dus heel veel gebouwd. En daar heb je dus echt nog vanaf 1,5 ton, dat je gewoon 2 slaapkamers, 2 badkamers, goede kwaliteit kan kopen. Dat wordt wel schaars. Eigenlijk alle ontwikkelaars die we ook nu spreken, die geven ook aan, ook gezien de gestegen bouwkosten, dat alles onder de €220.000, eigenlijk komen ze daar niet meer op uit. Dus dat betekent alles wat nu onder de 220, wat je kan aankopen, heeft een grote kans op waardestijging. Maar check dan inderdaad wel de regio. Dus uiteindelijk zie je dat de Costa Blanca Zuid, Costa Blanca Noord, dat is wat duurder. Dan zit je ook bij Moraira, Denia. Maar dan zit je toch al gauw vanaf 3 ton. Ja. En dan heb ik het vooral over nieuwbouw. Hè? Want daar zitten ook weer verschillen tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Qua kwaliteit en qua ook rendement. Maar voor nieuwbouwprojecten is de Costa Blanca erg interessant. Costa del Sol ook bij Malaga, Mabelia, ook een interessant gebied. We merken wel dat de waardestijging er daar wel een beetje, de rek er een beetje uit is. Als je ziet, vergeleken met een paar jaar geleden, zie je dat de waardestijging in de Costa Blanca groter is dan de Costa del Sol. Maar goed, ook dat is vaak een heel geliefd gebied waar mensen zelf willen zitten. Ja. Uiteraard de Balearen nog met Ibiza, dat blijft in trek. Ook ondanks dat er geen verhuurlicenties op appartementen worden afgegeven, kan je daar nog steeds heel goede cashflow uit huur halen, ook voor lange termijn. 2 slaapkamerappartementen kan je zo tussen de 20 à 30 à 40.000 euro voor een jaar ontvangen. En dat kan al vanaf een maand. Dan is het al long term, zeg maar. Ja. Dus de aankoopprijzen liggen daar nu wel wat hoger, vanaf zo'n 3,5 ton, 4 ton. Maar nog steeds kan je dus een goed rendement erop behalen. En ook daarin zie je dat die waardestijging door zal zetten. Omdat de vraag groter is dan het aanbod. En ja, de mooiste plekken zijn schaars. Hè. Er mag niet meer zoveel gebouwd worden. Ja. Hetzelfde geldt voor steden als bijvoorbeeld Valencia. Valencia is echt een stad. Het is de
drie na grootste stad van Spanje. Vijf vluchten per dag daarheen. En ja, erg in trek voor expats en studenten. Er is ook een nieuwe wet in Spanje ingegaan, dat het ook voor expats veel makkelijker is om daar te huisvesten en daar te werken. En die stad is ook echt in ontwikkeling, dat je ook ziet dat het veel meer aan het uitbreiden is, ook in andere regio's. Het wordt steeds groter. Dus ja, daar, dat is ook een heel interessante, omdat je daar ook in de winter lekker buiten kan eten. Dus qua klimaat is het ook goed. Maar ook andere steden zoals Alicante, ja, Malaga, steden zijn goed. Maar daar zie je wel het verschil in qua doelgroep. Dus vaak dat mensen aan de costa's echt het voor toerisme verhuren. En ja, in de steden zie je het vaak voor long term aan doelgroepen zoals expats en studenten en zo. Ja, 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 ja. Hey, krijg je in die steden, want Valencia krijg je vrij lastig ook een vergunning, hè, voor de short stay, denk ik. Klopt, ja. Ja. Er zijn nog wel een aantal, maar dat gaat wel, dat is heel schaars. Het is moeilijk tussen te komen ook. Ja. Ja, kan wel. We hebben dus onze partners, hè, dus we zitten zelf in Mirjam, die gaat nu emigreren naar de Costa Blanca Zuid. Daar heeft zij al een jaar haar eigen appartement. Ja. En wat we zien, wat wilde ik daar nou mee zeggen? Voor de vergunningen. Dat je je van je team hebben daar, ja. Ja, ja, precies. Dus ja, dat wilde ik zeggen. Dankjewel, Nikki. We hebben dus inderdaad onze partners over heel Spanje zitten. En in Valencia hebben we een partij die dan ook transformatietrajecten begeleidt. En vaak zit daar nog wel een licentie op. Want dan moet dat ook weer vanaf de bouw aangevraagd worden. Of op nieuwbouw bijvoorbeeld, dat je dat gelijk met de advocaat goed zet. Ja. Dus wij zijn in ieder geval... Het netwerk wat we hebben is door heel Spanje in dat soort regio's. En ja, zeg maar 1-op-1 tours, dat we dus ook alle projecten kunnen laten zien persoonlijk. Dat kan ook Mirjam begeleiden vanuit de Costa Blanca Zuid. Ja. Maar voor alle andere gebieden dan... Hoe bepaal je nou welk gebied je gaat starten? Want er is best wel veel informatie al. Die vraag krijg ik ook vaak, hoor. Ik zeg altijd, joh, ga er persoonlijk heen. Ga sfeer proeven. Kijk of je het zelf mooi vindt. Maar bereken ook je rendement. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, het valt en staat allemaal met je eerste vraag van wat is je doel? Wat wil je ermee? Is het inderdaad voor jezelf? Wil je daar gewoon zelf heel vaak zitten? En vind je het leuk om het daarnaast nog een beetje te verhuren? Of koop je het echt aan voor het rendement? Dus wil je het als een veilige belegging van je vermogen? Investeren in stenen is altijd vergeleken ook met hoeveel andere passieve inkomstenstromen, is het een hele veilige manier van investeren. Zolang je je geld ook niet eruit hoeft te halen, ook al heb je een waardedaling, dan zit het nog steeds wel goed. Wat wil je ermee? En uiteindelijk, als je dus ook wilt verhuren, dan ga voor het hoogste rendement, dan gaat het er wel om dat je ook een toeristenlicentie hebt. Want dan kan je het inderdaad en kortlopend, per nacht, per week en ook voor de winter goed verhuren. Dus ja, we zien inderdaad in de rendementsberekeningen die wij maken, en dat doen we voor alle gebieden, dat bijvoorbeeld de Costa Blanca Zuid daarin goed naar voren komt. En dat heeft dus ermee te maken dat je dus en goedkoop kan aankopen en een goed rendement kan halen op verhuur. En dat komt dus ook omdat je in de winter daar een goed klimaat hebt, waardoor er ook veel overwinteraars zitten. Ja. Dus meestal vanuit een behoefteinventarisatie bekijken wij wat een klant wilt. En daar komen automatisch dan ook weer gebieden naar voren die dan het beste aansluiten. Maar heel belangrijk is inderdaad om zelf ook te gaan kijken. En veel klanten die hebben gewoon ook een hele reis afgelegd in alle verschillende gebieden. Want het is zo verschillend ook. Qua natuur, qua gevoel. Dus ga daar vooral zelf heen ook om een goede impressie te krijgen. Ja, dat is ook meteen denk ik het antwoord op van jouw volgende vraag. Hoe bepaal ik het doel van mijn investering? Hè? Van wat wil je zelf? Wil je er zelf gaan zitten of niet? Hoe bepaal je je doelgroep? Nou, dat is ook weer een hele goeie. Waarvoor wij bijvoorbeeld onze doelgroep hebben bepaald op Tenerife. We gaan op Tenerife of een appartement of een finca kopen. Maar ja, ik kan daar long-term huurders in gaan stoppen. Maar het plan is om er zelf van november tot maart te gaan zitten. En het gave van short-stay verhuur vind ik... Zo ben ik ook gestart destijds met mijn eerste appartement. Ik verhuurde die als ik op missie was. Dus ik zet het aan wanneer ik het wil. Maar ik zet het ook weer uit wanneer ik het wil. En natuurlijk kan dat ook wel met long term. Weet je wel, dat je daar goede afspraken over maakt. We hebben bijvoorbeeld pensionada's die erin gaan. Op dat soort manieren. Maar ja, dat is wel iets waar jij als investeerder over na moet gaan denken. En als je denkt van, joh, ik heb een bak met geld hier staan.
ik ga iets kopen voor rendement, is dat natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar als je dat niet hebt en je wilt er zelf af en toe gaan verblijven, ja, denk er wel over na. Ja. Ja, ja, en wat we ook altijd doen, de koppeling met een beheerpartij, ook dat is heel anders trouwens dan in Nederland. Er zijn goede beheerpartijen, maar ook daarin zit heel veel verschil. Dus je kan inderdaad ook gewoon aangeven dat je die periodes er zelf wilt zitten en dat zij dat dan voor de rest voor jou vullen. Maar ook daarin zit weer echt een groot verschil in rendement. Want we merken wel als klanten dat gewoon zelf doen en je laat het passief lopen en je laat het beheren door zo'n beheerpartij. Ja, dan heb je ook een prima rendement, maar je ziet ook wel als je zelf wat meer tijd en energie insteekt en je zorgt wel echt voor een onderscheidend vermogen. Hè? Want je kan natuurlijk ook op Booking en Airbnb zorgen dat je echt opvalt en dat je goede reviews krijgt. Dus ook daarin proberen we onze klanten te helpen om, als je gaat voor rendement, om er dan ook het hoogste eruit te halen. En daarin zie je wel heel erg veel verschil. Of je het gewoon passief laat lopen of dat je er zelf wat meer actie aan Ja, dat is in Nederland niet anders. En dat is precies ook waar wij onze cursus natuurlijk omheen hebben gebouwd. Van alles is marketing. En als jij gaat kijken op... heel veel mensen staan wel op bijvoorbeeld een booking.com. Maar dan zie je allemaal van die oude houten troep. En dat is dus jouw concurrent. Fantastisch zou ik zeggen. Want dat kan je namelijk heel makkelijk tackelen door eventjes te gaan shoppen. Woning knap in te richten. Even een vrouwen tweaker doorheen, zeg ik altijd. Leuk decoreren. Ja, en goede foto's maken, dan sta je al 10-0 voor op de rest. Waardoor jouw bezettingsgraad weer veel hoger gaat worden. Waardoor jouw rendement weer veel hoger gaat worden. En omdat je mensen echt waarde gaat leveren, weer terugkerende klanten gaat maken van ze. Ja, ja. Dat zijn allemaal dingetjes die je aan de voorkant al over na moet gaan denken. Ja. Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld de eigen website of een brochure, waardoor je dus ook, en ook met een beheerpartij kan afspreken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze rechtstreeks, dus dat ze minder met boekingen zo, ja. Dat je echt een band opbouwt met de huurders. En ja, dat scheelt natuurlijk ook weer een grote fee en dat drukt ook weer rendement. Dus, ja. Ja, precies dat is ook wat wij zeggen. Hè? Bijvoorbeeld, wij adverteren heel veel op lage commissieplatformen nu van april tot en met oktober. Ja, daar betaal ik 1 keer 69 euro per jaar voor. Maar ja, dan pak ik al die weken, zeg maar, vanaf april tot en met oktober, pak ik daar gewoon dikke winsten. En dan vul ik de gaten om met Booking.com en Airbnb, maar dan zit ik sowieso hoger met mijn prijs. We hebben channel manager gezet om die prijsprofielen op de verschillende platformen in te stellen. Het klinkt wat technisch, maar wil je er meer over weten, stuur ons even een berichtje channel manager en dan stuur ik je een informatievideo. Maar op die manier kan je het echt wel allemaal goed regelen. En dat was vroeger was dat niet. Tegenwoordig kan je dat technisch best wel goed gaan opzetten. Ja. 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 We hebben heel veel vragen. Ik ga er wat een beetje gas geven. Hè? Cherry style. Ja. Hoe werkt het aankopen in Spanje? Ja, nou, ook anders dan in Nederland. Zeg maar, in Nederland heb je natuurlijk een makelaar die exclusief de woning in de verkoop heeft. In Spanje heb je dat niet. Alle woningen die worden door een aantal vanuit de projectontwikkelaars hebben zij gewoon een samenwerking met verschillende makelaars. Die dus de woning mogen verkopen. En ook de bestaande woningen, bestaande bouw, dat kan ook via verschillende makelaars aangeboden worden. Dus het is heel belangrijk als je gaat kijken in Spanje. Stap 1, zorg dat je zeker weet wat je financiële mogelijkheden zijn. Want als je wil gaan aankopen, dan moet je ook gelijk snel kunnen handelen. Dus neem ook echt je random reader mee en je paspoort. Want het gaat gewoon heel erg snel. Dus op het moment dat je een woning hebt gezien die jij leuk vindt, dan moet je dus eigenlijk gelijk een reserveringsbedrag betalen. Vaak is dat zo'n 10.000 euro, 6.000 à 10.000 euro. En dan wordt de woning van de markt gehaald. En pas op het moment dat jij het contract getekend hebt, is die echt op jouw naam. Dus ook in die tijd kan er nog wel eens wat gebeuren dat die woning toch niet, dat die toch doorverkocht wordt. Dus dat is wel belangrijk. Dus die aanbetaling is heel erg belangrijk. Maar weet dan ook, dat is ook een nadeel in Spanje, je hebt geen ontbindende voorwaarden. Ja, dat doen ze daar niet. Tenzij je dat heel specifiek afspreekt. Maar in deze markt is dat lastig om aan. Zorg er ook voor dat je weet dat je een hypotheek kan krijgen of dat je die woning ook kan betalen. Want op het moment dat je hem hebt aangekocht en je kan het uiteindelijk niet rondkrijgen, dan ben je dus ook je aanbetaling kwijt. En ook eventueel de betalingen die dus daarna gaan volgen. Want bij nieuwbouw is het vaak zo dat je 10.000 euro aanbetaalt. Dan heb je 10% binnen een maand, 15% binnen 3 maanden en 15% binnen 9 maanden. Ongeveer, dat hangt een beetje van de ontwikkelaar af, heb je zo'n 40%
dat je dat in een bepaalde periode in staffels gedeeltes moet betalen. En dan gaat de rest van de koopsom, die wordt bij de overdracht betaald. En daar, die kan je dus koppelen aan een hypotheek. En dat kan maximaal 4 tot 6 weken van tevoren. Dus dan pas, en dat is natuurlijk ook tricky als je een nieuwbouw koopt, dat die rentes ook kunnen veranderen in 1,5 jaar tijd. Dus zorg in ieder geval zeker ervoor dat je weet wat je kan doen en wat je kan kopen. Wij werken sowieso met verschillende hypotheekverstrekkers samen, want ook dat is weer een hele puzzel. Er zijn zoveel verschillende aanbieders en de ene zegt dit en de andere zegt dat. Er is helemaal niks, alleen dat het een annuïteithypotheek is. Sommigen kunnen wel met een overwaarde werken, dat je een overwaarde vrij kan spelen in Nederland. Anderen zeggen weer dat ze dat weer zien als een lening. Dus dat zien ze als een extra risico. Dus laat vooral ook weten als jullie begeleiding nodig hebben met vanuit een goede hypotheekverstrekker. Want dat is wel een hele belangrijke eerste stap. Bij ons zijn het in ieder geval allemaal Nederlands sprekende bedrijven die dus in Spanje wel gevestigd zitten. Dus die ook met alle banken in Spanje samenwerken, waardoor ze dus ook gewoon een goede vergelijking kan maken. Dan heb je dus de koopakte. En dan is het inderdaad wachten tot die opgeleverd wordt. Wanneer zet jij de advocaten nog tussen? Vrij snel. Het liefst zo snel mogelijk. Want je hebt een advocaat nodig. Een advocaat is een hele belangrijke speler. Eigenlijk ook, zoals wij hier de notaris kennen. Je hebt daar wel een notaris waar die passeert. Maar die heeft verder niet een hele belangrijke rol. Die advocaat wel. En die kan inderdaad kijken of de vergunningen kloppen. Heel veel projectontwikkelaars beginnen alvast met bouwen. Terwijl ze nog de vergunningen nog helemaal niet hebben. Nou, een advocaat checkt, kunnen zij hem wel afmaken? Zijn ze kapitaalkrachtig genoeg ook om die hele bouw af te maken? Want je zag ook in die vorige crisis dat er veel partijen omgevallen zijn. Ja. Wil je dus niet dat je woning naast zo'n project ligt die niet afgebouwd is, omdat ze geen geld meer hadden. Dus die advocaat die checkt al dat soort zaken. En ook of het allemaal klopt vanuit het kadaster en of vanuit de bouwtekeningen. Ja. En daar zie je dus wel dat er heel veel mis is gegaan, ook bijvoorbeeld op Ibiza en vanuit anderen, dat vergunningen gewoon niet goed klopten. En daar zit je dan later wel mee met gedoe. Ook zo'n cedula, dat is een hele belangrijke stempel die ook gezet wordt in Mallorca. En als je die stempel niet hebt, dan heb je dus ook geen officiële woonvergunning. En dan is het wel leuk dat je bijvoorbeeld de woning al contant voldaan hebt, omdat je niet kon wachten. Maar ja, dan heb je uiteindelijk helemaal geen woning op papier. Dus daar loop je ook weer een risico mee. Dus die advocaat moet je zo snel mogelijk opzetten. En die heeft ook de korte lijnen met de ontwikkelaars en de partijen die daarvoor nodig zijn. Even nadenken. Nou ja, uiteindelijk heb je ook, je kan natuurlijk een advocaat googlen en daar betaal je €5.000 voor. Of je doet het op een andere manier en je gebruikt ook weer een gestoria. Dat zijn van die kleine administratiekantoren die daar ook weer veel toegevoegde waarde in kunnen leveren, waardoor je je kosten ook weer wat lager kan houden. Dus doe ook daarin goed onderzoek en zorg ook voor de juiste begeleiding van het proces. Helemaal als je via idealisten ook gaat aankopen. Ook omdat je daar gewoon ziet dat je zomaar een schuld van een oude bewoner op je kan nemen. We hebben zoveel van dat soort voorbeelden gezien. En procederen in Spanje, dat moet je niet willen. Dat heeft echt geen zin. Dus zorg in ieder geval voor dat je alles goed onderzocht hebt. En inderdaad, met een goede advocaat. En de after sales is ook zoiets. Vaak dan worden de dingen beloofd. Maar komen ze dat niet na? Dat er altijd bij oplevering dingetjes toch niet kloppen. Wat wij sowieso doen is dat we alle ontwikkelaars checken waar wij de objecten van geselecteerd hebben die wij interessant vinden. En dan weten we ook zeker dat die ontwikkelaars ook kapitaalkrachtig genoeg zijn. Dat ze goede after sales hebben. Dat ze goed bereikbaar zijn ook als zaken niet kloppen. Want anders zit je dus inderdaad weer met klusjesmannen die langskomen. En die komen nooit op tijd. En die komen altijd op het verkeerde moment. En ja, het zorgt gewoon voor, kan voor veel frustratie zorgen. Dus ook daarin is het belangrijk om de ontwikkelaar goed te laten doorlichten. Dat je weet met wie je zaken doet en of ze meerdere projecten hebben afgerond en hoe dat is gegaan. En helemaal met bestaande bouw, ja. All right, veel informatie weer.
Ja, jullie zitten heel veel in nieuwbouw. Waarom vinden jullie dat interessanter? Ja, ik denk voornamelijk in de waardevermeerdering. Vul ik hem zelf even in de vraag. Hè. De vraag is, we hebben vooraf vragen geïnventariseerd. Dus daarom lees ik nu even zo tussendoor. De vraag is, waarom is investeren in nieuwbouw, in aanbouw interessanter dan reeds opgeleverde nieuwbouw? Ja, dat heb je al benoemd. Hè. Die fase 1 naar fase 3, daar zit gewoon winst. Ja. Nou ja, dat, je ziet ook echt letterlijk aan de cijfers dat woningen ouder dan 5 jaar, die zijn afgelopen jaar met 3% gestegen. Ja. En woningen jonger dan 5 jaar echt met 8%. Dus je ziet sowieso qua waardestijging overal dat nieuwbouw meer stijgt in waarde. Maar daarnaast heb je natuurlijk inderdaad die fases die je al bij bestaande bouw, dan koop je eigenlijk de laatste fase. Dus die waarde die koop je dan. Ja. Maar je ziet het ook in de prijs per nacht, dus de echte de verhuurtarieven. En nieuwbouw is natuurlijk, het is strak, wit. Je hebt bouwgarantie 10 jaar, dus ook gewoon op dat vlak minder gedoe. Maar vooral ook de prijs per nacht. Het is echt een verschil of dat je alleen al aan de verfkwaliteit. Er zijn heel veel ontwikkelaars nu die met een bepaalde verf werken. Die dus ook tegen dat Sahara-zand kunnen, waardoor het dus niet zo snel weer bruin wordt. Want dat doet echt wel wat met je prijs per nacht. Maar dat wil niet zeggen dat er geen goede rendementen te behalen zijn op bestaande bouw, hoor. Dus ook daarin zijn er heel veel mogelijkheden. Kan je ook goed transformeren, flippen. Flippen, nou, dat is weer een ander verhaal. Dat is minder interessant in Spanje. Vanwege ook de winstbelasting, daar komen we zo direct nog even op. Ja. Dus ook dat is, kijk, als je gewoon wel een goed object aankoopt en je knapt hem wel op en je maakt het netjes. Ja, dan heb je daar natuurlijk ook een goed rendement op. Dus het hangt er een beetje vanaf, maar onze voorkeur vooral voor die bouwgarantie. En ja, als ik ook nu de projecten heb bezocht, wel bestaande bouw, ook van rond de 2 ton. Ja, voor nieuwbouw heb je dat ook. Dus dan ga je liever voor nieuwbouw, tenzij je echt iets heel authentiek Spaans wilt. Hè? Dus echt een finca of iets dergelijks. Ja, dat is natuurlijk ook weer die emotie. Maar daar moet je vaak wel dingen aan opknappen. Dus zorg dan ook dat je goede aannemers hebt, betrouwbare aannemers. Ook daarin kan je echt een mis in gaan. Dus laat je goed informeren. En dan kan je ook prima opknappen. En dan kan je inderdaad ook van rond de ton kopen. Ook die opties zijn er. Dus het is gewoon heel veel mogelijk. Maar het is gewoon heel belangrijk wat past bij je. Waar voel je je goed bij? Hoeveel tijd wil je erin stoppen? Ja. Hoe wil je verzorgd worden? Ja. Nou, alles staat ook weer gewoon bij eigenlijk eerst je eigen doelen gaan bepalen en daarna zeg maar pas op pad gaan. Ja. Volgende vraag. Hoe kan ik het vastgoed financieren in Spanje? Wat zijn daar alle spelregels omheen? Ja, nou, via een hypotheek. Dus je zit in Spanje met 1 vorm, een annuïteithypotheek. Dat kan bij alle verschillende banken. Je kan dus niet vanuit een Nederlandse bank een hypotheek in Spanje krijgen. Dus alleen met een Spaanse bank. Looptijd zo'n 20 jaar, 25 jaar. Het moet voor je 75ste afgelost zijn. 65ste of 75ste, ben ik heel even bij 75ste. En de rente zit zo'n tussen de 3-4%. In april hadden we nog een voorstel van 2,8 zelfs. Vaak moet er dan wel een levensverzekering of een woonverzekering aangekoppeld worden. En je kan dus tot 70% loan to value gaan. Dat betekent dat je 30% eigen middelen nodig hebt. Maar de kosten kopen komen erbij. En die moet je uit eigen middelen voldoen. Dus ga ongeveer uit van zo'n 40% eigen middelen van de koopprijs. Dat is voor je eerste pand. En voor je tweede pand gaat het naar 60% loan to value. En dan 50% en alles daarop volgend 50% loan to value. Dus je kan hefbomen. Je kan inderdaad op die manier meerdere hypotheken nemen. Met een lage hypotheekrente. Maar alles valt of staat bij de bank met je creditcheck, je kredietcheck. En dat ze kijken op basis van 3 manieren. Ze kijken naar je inkomen. Ze kijken naar het pand zelf, wat voor een type pand het is. En ze kijken naar je woonlasten. En dat is een hele belangrijke, want je mag niet meer van je netto inkomen, dat 35% de woonlasten van je eigen hypotheek, je huurwoning of de panden die je daarnaast hebt, die lasten mogen niet meer zijn dan 35% van je netto inkomen. Dus bijvoorbeeld veel vastgoedbeleggers,
Die hebben meerdere hypotheken. En als je al die woonlasten bij elkaar optelt, en met woonlasten heb ik het dan puur over je huur, wat je dus in je eigen woning betaalt als je huurt, of inderdaad je hypotheek, en de hypotheken die je hebt op je vastgoedpanden, die kosten totaal, dat mag niet meer zijn dan 35% van je netto gezamenlijk inkomen als fiscaal partners. Dus je kan wel dat samen... Als je kijkt ook naar je BKR, volgens mij hebben ze daar nog bij. Hè? Dus dat is ook een goeie. Als je een hele dure leaseauto hebt bijvoorbeeld, ja, is dat misschien niet zo handig, weet je wel? Dat nemen ze ook mee. Ja, ja dus echt, en op basis daarvan kijken ze naar of het gewoon een goed business case is. Dus zij zijn ook gewoon commercieel, die banken. En, kijk, het is ook zo, een loonstrook, dus net als in Nederland, dat is heel belangrijk. Ook als je een ondernemer bent, dan is het alweer lastiger. Ook als je een jaar lang sabbatical hebt, dan kom je er dus niet doorheen. Ze zijn heel streng in Spanje. En dat is dus ook een nadeel, vind ik, van investeren in Spanje. Ja, dat je wel met de banken te maken hebt. Maar ik hoop ook wel dat het nu, gezien de Nederlandse markt nu wat meer onder druk staat. Vanuit de zakelijke portefeuille werkt ook veel met vermogende financiers. Ofwel crowdfunding platforms. En je ziet nu ook wel dat soort groepen aan het kijken zijn of ze ook Spanje kunnen gaan financieren. He, met een eerste hypotheekrecht. Of dat je dan wel... dan zullen het geen 20-jarige looptijden zijn. Maar goed, prima als je voor 5 of 10 jaar en je kan aflossen vanuit huurinkomsten. Dus daar zijn we ook mee bezig. Om te kijken of... er zijn een aantal partijen nu serieus aan het kijken of zij ook dat soort financieringen voor Spanje kunnen opzetten. Ja. En dat zou super zijn als dat gaat lukken. Dus ik denk wel dat, dat we daar naartoe gaan. En ook de grotere platformen zoals Geld voor Elkaar en al dat soort crowdfunding platforms, die zijn er ook mee bezig. Dus wie weet. En vooralsnog moeten we inderdaad, zijn we afhankelijk van de banken. Ofwel andere mensen in je omgeving die geld op de bank hebben staan en waar je een mooie joint venture mee kan maken. Of een met OPM-lening, Other People's Money, en daar afspraken over maken. Dat kan ook en daarin kunnen we ook begeleiden. Ja, dat was ook de volgende vraag. Kan ik met meerdere mensen bijvoorbeeld één pand aankopen met een hypotheek? Ja, dat is mogelijk. Ja, maar daar moet je ook wel weer kijken naar slimme trucjes. Want ook als je met z'n tweeën op de koopakte staat, dat betekent ook dat je maar voor 50% krijg je dus je loan to value. Dus als die ene bijvoorbeeld geen hypotheek nodig heeft en de andere wel. De ene wil het doen om zijn geld veilig te stellen in stenen. En de andere die heeft echt een hypotheek nodig. Dan krijg je dus ook maar 50% die loan to value over de helft van die pandwaarde, zeg maar. Ja. Dus dan kan je er misschien beter voor kiezen om niet die ander op de koopakte te zetten. Dus daarin moet je ook goed kijken naar wat het meest voordeligst uitpakt. Ja. Herfinancieren, is dat mogelijk in Spanje? Investeringshypotheek, hebben we die smaken? Nee, nog niet. Nog niet, maar ik hoor wel daar verhalen over dat ze toch aan het kijken zijn. En ja, wat ik al zei, je kan wel weer een overwaarde in je woning stoppen in een nieuwe woning, als je die woning dan cash betaald hebt. Dus dat is eigenlijk tot nu toe het enige wat kan met herfinancieren. Je kan ook wel met een verbouwing bijvoorbeeld wat geld eruit halen, maar daar kan je ook geen andere dingen mee doen. Dan moet dat echt voor die verbouwing bedoeld zijn. Dus dat is lastiger, ja. Maar goed, wie weet, ook die banken zijn aan het kijken naar nog meer opties. En wellicht dat ze daarin ook wat creatiever worden. Ja. Hey, voor nieuwbouw, wanneer gaan we de hypotheek afsluiten? Als ik ga kopen, wanneer gaan we die regelen? 4 tot 6 weken voor oplevering. Ja. Ja, eigenlijk vanaf 3 maanden voor oplevering moet ik zeggen. Ja. Maar zo'n hypotheektraject duurt zo'n 4 tot 6 weken. Misschien zelfs zo'n 8 tot 10 weken bij sommige banken. Dus ga ervan uit dat je zo'n 3 maanden voor overdracht kan je dus beginnen met je hypotheekaanvraag. Ja. Hey, ik denk dat we alle vragen omtrent de financiële zaken wel beantwoord hebben nu. Ik zie best wel wat vragen in de chat voorbij komen ook. Ik probeer ze er tussendoor te gooien, dus dat is in ieder geval voor de mensen. Let wel op, hoe kan ik het tactisch verantwoord goed zeggen? We kunnen niet iedereen zijn situatie nu helemaal gaan doorlichten. We zitten met 102 man in het webinar. Heb je nou vragen achteraf? Ik deel straks nog even de contactgegevens in ieder geval van Lisette en team. Dus dan kan je daar altijd contact op nemen van, hey jongens, hoe nu verder? Hoe zit dit? Hoe zit dat? En van daaruit kunnen ze je verder gaan helpen. Dus dat voor dat. Vallen huurders in Spanje onder huurbescherming? Vond ik ook wel een goede vraag.
Ja, zeker. Dus de korte termijn, daarom is toerismeverhuur interessant, want daar kan niet zoveel mis mee gaan. Maar juist lange termijn, ja, die zijn heel erg beschermd. Ook krakers bijvoorbeeld, die zijn ook gek beschermd. Dus daar moet je wel echt contractueel goed naar kijken. Ja. En als ik als investeerder kan ik het verhuur, ik denk lange termijn is dat, kan ik dat helemaal uit handen geven? Regelen jullie dat ook? Ja, nou ja, het is niet zozeer wij. We hebben wel gekeken om voor Costa Blanca Zuid een beheerpartij neer te zetten. Maar dan kijken we liever naar rent-to-rent constructies. Die van mij die wordt daar in die regio nu toevallig volgende week opgeleverd. Ja. Dus dat is ook gelijk een goede testcase voor die regio. Wat we kunnen binnenhalen aan rendement. Of in ieder geval cashflow. Dus ja, maar sowieso zorgen we ervoor dat we onze klanten ook koppelen aan de juiste beheerpartijen. Ja. Waar wij goede ervaringen mee hebben. Mm-hmm. Ja. En voor shorts denk ik, ik kan ook wel vertellen hoe wij het in Tenerife gaan doen. Dat is natuurlijk een keuze die je maakt. Het is wel iets actiever, maar wij ben nu een aantal malen daar geweest. Ik ga een woning kopen. Ik heb mijn team daar al verzameld. Dus denk aan troubleshooters, klusjesmannen. Mensen die de boel komen schoonmaken en die beddengoed, linnengoed gaan doen. Nou, dat willen jullie zelf ook gaan opzetten. Hè? Echt het rent-to-rent voor de shortstay. Die zetten nu ook mee bezig. Dus wellicht dat ze dat in de toekomst ook kan doen. Gaan ze wel een fee voor vragen. Dus ben jij. Hè, en dat is het ook waard, zeg maar. Want het is wel zeg maar werk wat er geleverd gaat worden. Wij zeggen altijd van, joh, je kan het ook zelf opzetten. En dan stop je die 25% in je eigen zak. Schoonmaakkosten rekenen we toch door aan de gast. Dus dat bijt het rendement niet. En dan heb je gewoon. En je gaat ook het hardst rennen voor je eigen woning. Wat ik bijvoorbeeld merk met grote verhuurpartijen, een Nobisol, een Belvilla, die doen alleen vier dagen tot een week verhuren. Dat gaat prima, maar in het voor- en het naseizoen heb je soms ook mensen die nachtjes willen boeken, zeg maar. Ja, dat kan dan niet, want die kalender staat op die manier geblokt. En als het jouw eigen woning is en je doet het zelf, dan kan je dat gewoon zelf, via een channel manager kan je dat gewoon organiseren. Dat leren wij allemaal in de cursus. Dan krijg je dus, hè, ik zeg altijd, 60 keer 100 euro is even goed weer een leuk rendement. En als je je team aan de achterkant goed hebt georganiseerd, dus de schoonmakers, troubleshooters, et cetera, dan is dat allemaal te bedienen. Ook op afstand. We hebben het zelf ook in Noord-Frankrijk gedaan bij een groot kasteel die wij verhuurden. En nog sterker, wij gaan straks 6 weken met de camper weg. En de toko hier in Noord-Holland draait gewoon door. En dat sturen we gewoon lekker aan vanuit de camper. Dus weet je wel, dat werkt een beetje vice versa. Ja. Dus dat. Ja, belasting. Hoe betaal ik belasting over de verhuurkomsten? Dan long-term, short stay, zit daar nog een verschil ook in of niet? Nee, je betaalt 19% over je huurinkomsten in het land waar de stenen staan, zeg maar. Ja. Dus in Spanje betaal je 19%. En dat is wel veel. Maar aan de andere kant, ja, je kan het inderdaad per nacht gewoon goed verhuren. Dus dat wordt inderdaad door... een goede advocaat bijvoorbeeld regelt dat ook. Dat ze belastingaangifte kunnen doen. Maar gestoria kan dat ook doen. En je betaalt 19% over je winst. En daarom is bijvoorbeeld flippen minder interessant. Zoals we het in Nederland kennen. Kan wel hoor. Ik bedoel, als ik nu ook kijk. Die van mij in de Costa Blanca Zuid is in 5 maanden tijd. Heb ik 5 maanden geleden aangekocht. Is nu 70.000 euro meer gestegen in waarde. En dan hoeveel was de belasting daarop? Je viel heel even weg. Sorry. Je betaalt 19% ook over je winst. Ah, oké. Okay. Je overwaarde, zeg maar, wat je hebt gecreëerd. Ja, ja, ja. Dus als je hem wilt doorverkopen, dan betaal je 19% winstbelasting. En ook daarin zitten wel verschillen per regio, maar gemiddeld zo'n 19%. Ja. Wat wilde ik daarover vertellen? Dat daardoor ook flippen minder interessant is, tenzij je bijvoorbeeld weer een goede nieuwbouw hebt gekocht. Die van mij, die nu volgende week opgeleverd wordt, die heb ik 5 maanden geleden aangekocht uit fase 1. Fase 3, die is nu bijna uitverkocht en fase 4 moet nog uitverkocht worden. En die is dus nu al 70.000 euro in waarde gestegen. En zo eentje kan je dus wel weer flippen, want dan is het prima om die 19% ook weer af te dragen. Dus ook daarin kan je wel snel groeien in portefeuille. Als je dat soort panden aankoopt, snel doorverkoopt en weer die overwaarde opnieuw weer in een nieuwe woning stopt. Ja. Dus maar over het algemeen zie je dat je toch wel woningen het beste 3 tot 5 jaar aan kan houden voor je ze door wilt verkopen. En dan is die 19% ook te doen. Maar goed, als je kijkt naar de belasting in Nederland, dan zit je in Spanje met cashflow en met de waardestijging zit je echt goed met 19%. Ja. En
Dan heb je vermogensbelasting. Maar dat wordt in Nederland nog in box 3 geregeld. Dus je woning wordt dan opgegeven in box 3 op je vermogen. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Hey, als ik in Spanje economische activiteiten wil verrichten, moet ik dan een Spaanse SL / BV op gaan zetten? Ja, dat is ook een veel voorkomende vraag. Hè. Je hebt je kan ook net als in Nederland zakelijk aankopen. En in Spanje noemen ze dat dan een SL. Dat is een Spaanse BV. Voordelen daarvan zijn dat je dus ook alle kosten af kan trekken. Alleen, het nadeel is wel dat je... Dat was wat ik bedoelde. Er is iemand tussendoor gesnikt met het geluid aan. Ja. Ik zit bij de kapper. Wat vroeg je ook alweer? SL. Ja. Goed, een SL is inderdaad... Een SL is slim als je dus van plan bent om heel veel panden aan te kopen. Want dan moet je daar dus ook iemand op hebben zitten. De Belastingdienst in Spanje... die wil dan ook zien dat het gewoon echt een actieve entiteit is waar ook waar veel in gebeurt. Dus voor een paar pandjes, daar kom je dan niet mee weg. Maar als je echt een hele portefeuille wilt, dan is het wel slim om alles gelijk vanuit SL aan te kopen. Ja. En ook daarin zijn weer ontzettend veel adviezen. Ik denk dat ik, omdat ik met joint ventures ook bezig ben in Spanje, ik denk dat ik al 10 fiscalisten heb gesproken. En allemaal hebben ze wel toch weer een ander verhaal en een andere tip. En ook de koppeling om dat goed met Nederland te laten. Hoe zeg je dat? Dat die belasting, dat, dus hè, de fiscale voordelen van Nederland ten opzichte van Spanje en je portefeuilles her en der. Om dat goed met elkaar te laten verbinden. Dat is best wel lastig om dat goed neer te zetten. Ja. Dus ook als je van plan bent om meer te gaan doen. Neem vooral even contact op, want dan kan ik je wel uitleggen ook hoe ik dat zelf heb gedaan en welke fiscalisten je daar dan bij kunnen helpen. Ja. Nou ja, dat is altijd wel handig. Laatst stonden wij op de emigratiebeurs en naast mij stond een lopende escaloper die uit Frankrijk was, een fiscalist uit Frankrijk. Die man had zoveel tips. Maar het ging dan met name over hè, hoe je in Frankrijk iets kan gaan kopen en hoe je dat dan fiscaal weer het beste kan gaan regelen. Ook daar weer een hele andere set met spelregels. Het grappige is, dit was gewoon een Nederlandse man die daar al 40 jaar woont, fiscalist is, spreekt alle twee de talen. Ja, hij zegt, ik ben niet de goedkoopste. Hij zegt, je betaalt mij ongeveer €2.500 voor het advies. Hij zegt, ik weet zeker dat je het keer 10 terugverdient. Dus... Ik stond naast dat kraampje, maar ik zat een beetje mee te luisteren. Ja, dat was echt wel. En dat is ook meteen weer de tip die ik je meegeef. Ga gewoon echt naar professionals toe die al vaker met dit bijltje hakken. En laat je niet afschrikken door prijzen. Want 1, het gaat je geen slapeloze nachten opleveren. En 2, het gaat gewoon 9 van de 10 keer, gaat het je gewoon geld opleveren. Ja, zeker. Vaak en dat in het begin, ik zag ook wel het verschil tussen de doelgroep eigen huizen, tweede huizenkoper, zeg maar. Als je echt als tweede woning en je wilt daar zitten. Ik merk dat die type mensen het ook leuk vinden om zelf alles uit te zoeken en er rond te kijken en met die te spreken. En dat, maar dat zijn ook de mensen die daar ook toch wel fouten in kunnen begaan. Hè? Een beetje dat ik-vertrek verhaal. Ja. En we zien ook juist die vastgoedbelegger, die wil gewoon ontzorgd worden en die wil... Ja, die wilde geen tijd en geen geld. Want ook dat, als je het gaat omrekenen in geld, wat je allemaal kwijt kan raken. Ook door met de verkeerde mensen in zee te gaan en heel veel tijd erin te stoppen en brandjes te moeten blussen. Ja, dan is het gewoon toch wel lekker als je gewoon een goede partij hebt die je kan helpen. Ja. Daarbij, ja. Dat verspreid beetje. Josien vraagt, je betaalt dan dus eigenlijk 2 keer belasting, 19% in Spanje. Aan huur en ook nog eens box 3 belasting in Nederland, omdat je hem opgeeft als vermogen in box 3. Ja. Maar in zoverre, ik betaal met mijn panden geen vermogensbelasting in box 3, nog niet. Tenzij het natuurlijk straks gaat veranderen met Hugo. Dus dat is vooralsnog een voordeel. Dus nu betaalt eigenlijk maar 1 keer dezelfde belasting in het land waar de stenen staan. Ja. Dus er is een uitwisselingsverdrag tussen de landen in Europa. Ja. Dus je betaalt nooit 2 keer, zeg maar. Nee. Dus kijk, wat Josien, wat je bedoelt bijvoorbeeld. Kijk, je betaalt nu... Kijk, in Nederland moet je ook 9% over jouw boekingen betalen. Hè, als je short stay verhuur gaat doen. En dan komt je ook nog steeds in box 3. Ja, het is iets hoger nu in Spanje. Maar ja,
dat is wat het is, gaat dat je tegenhouden om het te doen? Nou ja, ik denk het niet, hè, want je wil gewoon van tevoren een rendementsberekening gaan maken. En dan neem je ook gewoon die 19% in mee. En klopt de rekensom aan het eind, dan klopt die. En dan kan je makkelijk, hè, gecalculeerd, kan je dan de trekker over gaan halen. En dan kan je verder gaan. Ja. En over box 3, nou, ik heb nu de vraag meerdere malen ook bij onze fiscalisten uitgezegd. Het is nu alweer opgeschoven, hè, van 2026 naar 2027. Ik weet niet. Ik denk dat er wel iets gaat gebeuren. Want er zijn verschillende proefballonnetjes natuurlijk aan het oplaten. Maar of de soep zo heet gegeten gaat worden als dat die nu opgediend wordt, ja, ik weet niet. Het gaat mij in ieder geval niet nu tegenhouden om te zeggen van, oh ja, ja, box 3 belasting gaat omhoog. Want het alternatief is dat ik weer naar Defensie ga en dat ik weer mariniertje ga spelen. Weet je, en niet denigrerend bedoeld of zo, maar ja, ik investeer omdat ik rendement behaal en in de toekomst kansen zie dat mijn woning meer waard is geworden. Dus dat je pensioen daarin opgebouwd gaat worden. Ja, en natuurlijk gaan ze die belasting verhogen. Maar ja, wat ze nu hebben opgetuigd, ik zie dat nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. En ja, als het wel gebeurt, ja, dan gebeurt het. En dan gaan we gewoon weer verder kijken vanaf daar. Het is ver buiten de cirkel van invloed. Ja, maar dat is het ook. En ik denk ook dat je gewoon des te beter en selectiever moet kijken naar je aankopen. Want ook juist, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, de gemiddelde rendementen in de verschillende gebieden. Wij rekenen alles door naar NAR en BAR. BAR en NAR. Dus dan zie je dus dat je... En dan gaan we echt uit van worst case scenario's en best case scenario's in onze rendementsberekeningen. Dus dan gaan we ook uit van leegstand in het begin en ook van niet volledige bezetting natuurlijk. We doen veel onderzoek daarnaar om de juiste rendementen of in ieder geval de prijzen per nacht te kunnen uitzoeken. En inderdaad, daarin ook een stukje onderzoek. Wat zijn de gemeentelijke aanslagen? Hè? Als je een woning koopt van een makelaar, dan moet je blij zijn dat je de VVE-kosten bij voorbaat al weet. Vaak heb je die nog niet eens inzichtelijk. Laat staan alle andere kosten die je hebt in de regio. Dus wij zoeken dat in ieder geval allemaal uit. Maar dan nog steeds zit je, als je gewoon een twee slaapkamer appartement, kan je zo richting de 10% bar gaan. En wij zitten vaak tussen de 5% en zelfs 15% van worst case en best case. Dus ja, dan zit je ook met belastingen. Dat zit daarin meegenomen. Ook alle beheerkosten. Ja, dan zit je gewoon echt op een goed rendement. En dan maakt het verder ook niet zo heel veel uit. Helemaal niet als je er zelf ook gaat zitten af en toe. En dat je het geld niet nodig hebt. Dus dan laat je het gewoon lekker erin zitten. En dan rendeert het gewoon. Ja. Nou, dat was ook meteen de volgende vraag. Kan ik voordat ik in Spanje iets koop een exacte rendementsberekening maken? Ja, exact. Niet, denk ik. Maar je kan wel heel erg goed in de buurt gaan zitten. En ja, hoe wij dat ook doen bij ons in de cursus. Ik heb, je hebt verschillende tools daarvoor. RDNA bijvoorbeeld is een hele makkelijk om dat te gaan doen. Sta je niet blind op wat RDNA zegt, is mijn ervaring. Ik heb hem wel als onze eigen woningen daardoorheen getrokken. Nou, dan kwam ik uit de bus en dan was ik nu al miljonair geweest, denk ik. Dus sta je daar niet helemaal blind op. Ja, maar ga gewoon ook gewoon kijken van, hey, wat doen woningen in de buurt? En daar hebben we een hele strategie op losgelaten. Maar dan kan je wel heel goed je rendement gaan berekenen. En kijk ook eens naar, daar zijn wij in COVID achtergekomen. Plan A is toeristenverhuur, zeker als je daarvoor gaat. En toen kwamen wij erachter dat COVID, de gezondheidscrisis, de kop opstak. Ja, fuck, geen toeristen meer. Oké, en nu? En wij hadden toen 29 woningen in de verhuur, waarvan heel veel rent-to-rent voor een vast bedrag per maand. Echt een mes op de keel, stonden we gewoon tegen de muur aan. Toen is plan B geboren. En dat waren experts, dat waren mensen die gescheiden waren. Dat waren mensen die tijdelijk op zoek waren naar een woning. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Spanje, weet je wel. Dat is ook gewoon interessant om daar eens naar te kijken. We hebben laatst een cursist van ons geholpen in Torrevieja. Ik zeg, ja, hoe ga ik het doen in de winter? Is hier wat minder druk? Ik zeg, kijk je toch naar pensionada's? Dan gooi je hem van november tot met maart voor pensionades in de verhuur. Ben je in ieder geval uit de kosten en ga je nog een beetje plussen. Je woning wordt bewoond en er wordt niet gekraakt. Zag ik ook een vraag over voorbij komen. En dan vanaf april ga je weer volle bak aan toeristen verhuren. En dan kan je dat trucje eindeloos herhalen natuurlijk. Dus gewoon spelen met doelgroepen. Iedereen zegt al, dan adverteer ik weer op Facebook. En dan word ik weer uitgemaakt voor alle vier de huisjes melken. Van ja, je bezettingsgraad klopt niet wat je zegt. Dat klopt wel, alleen waarschijnlijk weet diegene niet die reageert die advertentie. Als je speelt met de doelgroepen, kan je dat echt wel heel hoog gaan krijgen, die bezettingsgraad. En kan je ook gewoon meer rendement gaan behalen. Ja, absoluut.
Dus dat. Krijg je in Spanje ook je overbedragsbelasting terug als je het vastgoed binnen een half jaar weer verkoopt? En dat is eigenlijk meteen de laatste vraag die ik hier zie staan. Nee, dat is dus ook jammer. Daarom is inderdaad ook het flippen. Omdat je krijgt je overdrachtsbelasting niet terug. Nee. Hoewel, ik zit nu wel... Er zijn sommige regio's weer, sommige gemeentes, waar daar wel weer... Er zijn weer andere percentages. Maar nog steeds is het niet zo dat je het helemaal terugkrijgt. Maar er gelden dan wel weer... Bij de een is het 8%, bij de ander 10%. Maar gemiddeld kosten kopen trouwens zit je op zo'n 14% op bestaande bouw. Ongeveer 12% op... Nee, andersom. 14% op nieuwbouw en 12% op bestaande bouw. Ja. Waar je rekening mee moet houden. Dus dat is ook wel fors. Ja. Dat waren in ieder geval alle vragen waar ik doorheen wilde gaan met jou. Die we vooraf hebben geïdentificeerd. Sowieso alvast super bedankt, Lisette, voor dit gedeelte. Dus als mensen nog vragen hebben, kan je ze nu stellen in de chat. Ik wil hem niet al te lang, dus echt hele nitty-gritty vragen. Neem alsjeblieft even contact op met jullie. Kan het best gewoon via jullie website, hè, denk ik, Lisette? Ja. Of via social media, maar laat vooral weten. Want het is inderdaad heel veel informatie. En dan kunnen we gewoon een persoonlijk gesprek inplannen met een behoefteinventarisatie. Waarin we kunnen begeleiden en op basis van persoonlijke wensen en advies kunnen geven. Ja. Ja, Melissa zegt, er kan wel een Q&A komen van alle vragen die in de chat gesteld zijn. Ja, dat klopt Melissa, maar ik heb even mee zitten lezen. Want ik heb hier voor mij een kleine, hoeveel vragen zijn het? 28 denk ik. Het meeste is wel beantwoord hoor, dan wel niet zo direct zeg maar als de vraag, maar het meeste is wel verteld. Ja. Even kijken hoor. Ik zag nog wel een leuke... Kun je in Spanje ook een hypotheek nemen op een woning die je gaat gebruiken voor de short stay rental? Ja, dat heb je al een beetje benoemd, maar dat maakt in principe in Spanje niet uit. Hè? In Nederland willen ze dat dus absoluut niet hebben, maar in Spanje maakt dat niet uit. Hoi Lisette en Nicky, hoe gaan ze om met de maandlasten van de eigen woning wanneer je samen met je partner deze betaalt en je alleen wilt aankopen financieren in Spanje? Ja, dan gaan ze dat wel meenemen, denk ik. Hè? Ze hebben een eigen woning in Nederland, denk ik, als ik hem goed begrijp, de vraag. Er zit een stukje financiering op. En die taakpunt gaan ze meenemen naar de financiering, denk ik, in Spanje. Zo gaan ze dat... Ja, dus dan kijken ze inderdaad naar die lasten. En dat mag dan niet meer zijn dan 35% van je gezamenlijk inkomen. Netto. Ja. Dat is een hele specifieke vraag, Nicole. Neem even achteraf contact op. Want als je met 50-50, denk ik, rekening houdt, dan zit je goed. Het zal waarschijnlijk niet meer worden, denk ik. Maar goed, ik ben geen financieel adviseur. Geef ook geen financieel advies. Dus dat. Ja. En jij ook niet. Dus we informeren, we adviseren niet. Ja, ik denk dat we dan door de vragen heen zijn. Ja, heb jij nog laatste nabranders die je zou willen delen? Wat je denkt van, meest heb je wel verteld. Ja, nee, ik zit te denken. Volgens mij hebben we alles wel kort door de bocht een beetje besproken. Er is zoveel te vertellen. Ik bedoel, ook zoveel voorbeelden, zoveel kansen. Ik vind het leuk om wat meer rendementsberekeningen en gewoon gaaf projecten te delen. Dus we dachten al, zullen we dat nu doen of zullen we dat later? Maar er zijn zoveel mooie kansen. Dus ik kan niet wachten om dit te delen met jullie. Ja. Wees er niet... Vraag van Jenny. Is het makkelijk om alles vanuit Nederland te regelen? Dan denk ik dat ze de aankoop bedoelt. Of zul je vaak in het gebied aanwezig moeten zijn? Dus ik denk dat je dan volmachtig of zo, weet je wel, dat ze dat bedoelt? Ja, je kan gewoon een Nederlandse notaris machtigen. En we hebben heel veel klanten ook die gewoon vanuit Excel panden hebben aangekocht. Dus die zijn er nooit geweest. We regelen alles van A tot en met Z. Dus dat kan ook. Je kan ook denken van, nou Lisette, wat zijn nou de mooiste objecten die ik nu moet kopen? Ja. En dan hebben we zo'n lijstje in alle gebieden van dit zijn op dit moment de beste. En die kan je prima aankopen. Daar zit weinig risico aan. Ja. Wat doen jullie precies? Kan je dat nog kort vertellen? Ja. Wat alles. Jij... Ja. Dus echt vanuit, we nemen je aan de hand mee. Dus vanuit de behoefteinventarisatie kijken we wat het beste bij je past. We kunnen met je mee op bezichtiging. We kunnen bezichtigingen organiseren. Je kan mee met Mirjam of met een van ons als we dan in een bepaalde regio zijn. Maar wij begeleiden eigenlijk alles aan de hand van wat de klant zoekt. En dan doen we dus ook de koppeling met beheer. We
alle administratie. We brengen je in contact met het netwerk, met de juiste advocaten, aannemers, gestoria's, hypotheekverstrekkers. En continu, we maken een groepsapp aan. Wij zijn heel erg van de groepsappjes. Dus we zijn 24/7 bereikbaar ook. En ontzorgen. Dus ook after sales. En ik denk ook onze toegevoegde waarde zit hem vooral ook in dat stuk daarna. Dus onze ervaring met het verhuren. En hoe kan je dus ervoor zorgen dat jouw eigen pand veel meer opvalt dan de buren? Hoe zorg je gewoon voor betere reviews op alle online platforms? Dat soort. Dus echt puur op basis van rendement. Daarin hebben we zelf heel veel ervaring op gedaan. Zowel in Nederland als in Spanje. Ja, en dat. Dat kunnen we allemaal vertellen en uitleggen hoe je dat het beste kan doen. Ja. Oké. Ik zie een vraag van Cynthia. Wat is een richtlijn van jullie kosten? Nou, jullie hebben volgens mij verschillende pakketten. Hè? Ik heb best gewoon even. Neem gewoon even persoonlijk contact daarin op. Dat werkt het beste, is mijn ervaring. En dan kan je dat gewoon allemaal uitleggen. Maar ook daarin, de tip die ik meegeef, ben ik in Tenerife ook achtergekomen. Ja, in het begin had ik iemand gevonden die was vrij goedkoop, maar die vertelde ook dingen die niet klopten, onwaarheden zeg maar. Want die had ook weer een samenwerking met een bepaalde partij. En later kwam ik erachter, oké, ik heb een Belgische fiscalist en het aankoopmakelaar hadden we toen te pakken. Ja, en die vertelde gewoon goede dingen. Dus sta je niet blind op prijzen, ook voor zijn advocaat, et cetera, wat ik eerder al zei. Beter iets te veel betalen, dat alles goed uitgezocht is, geen slapeloze nachten hebt. En dat het gewoon klopt achteraf. En dat je denkt van ja, hier heb ik op beknibbeld, maar dat had ik beter even anders moeten gaan doen. Ja. Ja. Even kijken. Welke Spaanse verhuurplatformen zijn in jouw ogen een must om je woning op te plaatsen? Dan denk ik dat je bedoelt vaste huur of niet, Tia? Ja, en laten we zeggen, wat zou... Recreatief, ja. Mag ik die vraag beantwoorden? Ja, ook daarin weer marktonderzoek gaan doen. Hè? Dat is ook wat wij leren in de cursus. Ga kijken, waar komt je doelgroep vandaan? Ik heb een mooi voorbeeld. Ik ben vorig jaar bij Melissa en Andy van der Meijden zijn we geweest. Die hebben een fantastisch appartement van 6 verdiepingen. Met op elke verdieping een eigen balkon en een eigen badkamer. Gewoon een dikke villa. Ja, je moet sowieso, of je moet niks, maar wat ik je aanraad is als je dit gaat doen, ga op de grote platformen staan, want daar kan je niet omheen. Airbnb, Bookings, Expedia's, VRBO's. Maar ga ook eens kijken van, hey, welke platformen. Bijvoorbeeld, tijdens COVID gingen er niet veel mensen naar Zuid-Spanje toe. Waar ik achter kwam toen, is dat er wel, want ik ging gewoon kijken van, oké, komen er wel Spanjolen die in Spanje op vakantie gaan dan? Ja, dat was in Migas was dit, dat was ook Zuid-Spanje, iets boven Marbella volgens mij. Maar die gaan ook weer boeken via lokale platformen. En dan betaal je weer minder fees. Dus je moet gewoon ook voor die platformen ga jij je onderzoek doen. En daar hebben we een hele module van gebouwd. Hoe jij je doelgroep kan bepalen. En waar kijkt die doelgroep om te gaan boeken. En hoe kan ik die mensen dan naar mijn woning toe gaan krijgen. Dus die is niet eventjes een woningje op Airbnb gaan zetten. Nee, het gaat veel verder. En het voordeel daarvan is, als je dat trucje helemaal snapt. Ja, dan gaat die bezettingsgraad schiet echt de lucht in. Ja. Ja. Hoe zit het met krakers? Ik heb hem nu al 2 keer voorbij zien komen. Ik ga hem er toch ingooien. Ja, dat hangt van de gemeente af. Maar ik heb begrepen dat als zij daar langer dan 48 uur in zitten, dat je ze er gewoon eigenlijk niet meer uitkrijgt. Nee. Dus het was iets met of 24 uur of 48 uur. En daarom is het belangrijk dat je woning ook niet leeg staat. En dat het inderdaad ook goed gaat wordt gehouden door een beheerpartij. Ja. Je krijgt ze er gewoon niet uit. Ze zijn heel erg beschermd. Verder heb ik daar niet zo heel veel over te melden. Heel erg vervelend in ieder geval, ja. Ja. Ja, het is gewoon lastig. Dan moet je echt wel met een team naartoe. Ik weet ook niet precies. Ik heb het op Ibiza wel eens meegemaakt of gehoord. Maar wat ik al zei, procederen heeft weinig zin. Ook als huurders bijvoorbeeld niet betalen, is ook lastig. Dus je toch kijken naar andere manieren om de communicatie aan te gaan met ze. Kunnen we Nicky sturen, zegt ze. Nee. Ja. Zijn altijd wel mensen die dat soort klusjes willen oplossen. Ja. Een doos met muizen door de deur heen gooien. Ja. Hey, ik denk, ja, ik zie de chat een beetje losgaan. We zijn al een uur en een kwartier bezig. We hebben heel veel waarde gedeeld. Beste dus om jullie even te contacten. Ik heb de website gedeeld, yourdestination.com real estate.
Ik heb hem opgenomen, dus ik ga deze video ook nog bewerken. Over anderhalf week gaan we hem delen op de socials. En via de mailfunnel natuurlijk, met jullie contactgegevens erbij. Hoe heten jullie op Insta en op Facebook en op TikTok en whatever? Ja, dat is Your Destinations. Gewoon Your Destinations. Ja. Ja. Mirjam doet dat allemaal. Die maakt alle mooie posts. Volg ons vooral ook voor wat betreft als er inderdaad nieuwe wetgeving of ander nieuws komt, dan zullen we dat gelijk delen ook. Ja. En ook projecten, die delen we via onze kanalen. Ja. Dus ja, blijf ons vooral volgen. Leuk. Nou ja, ik ga jou nogmaals hartstikke bedanken, Lisette. Ik vond het weer een hele waardevolle avond. Superveel geleerd, superveel opgestoken. En ik ga hem afsluiten dan. Ik zie iedereen is wel heel erg blij. Leuk. Ja, jij bedankt, Nicky. Ik vond het ook heel erg leuk om op deze manier informatie te verstrekken. En leuk dat iedereen erbij was ook. Thanks voor alle vragen. Graag gedaan. Ik zag dat Mirjam de link ook nog even deelde. Hey, helemaal goed. Ik ga hem afsluiten. Ik buis zo meteen nog even kort op. En voor de rest wens ik iedereen een fijne avond alvast. Volgende week dinsdagavond hebben we weer hetzelfde principe. Dan gaan we kijken naar Turkije. En als het goed is, de dag erna nog van Noorwegen. Maar die staat heel even op losse schroeven. Maar weet in ieder geval dat er volgende week weer eentje is omtrent Turkije. Ik zie ook iemand nu voorbij komen. Dubai. Check op ons YouTube kanaal. Want Dubai heb ik al een keer gehad. En daar heb ik ook de link van Dubai neergezet. Alright, fijne avond allemaal. Bedankt, fijne avond. Doei.